Sterkte Carlo. Carlo de Leeuw. Zelf voetballer geweest van Feyenoord en van Cambuur. Maar vooral al sinds jaar en dag in dienst als zeer betrouwbaar en zeer aimabel en zeer kundig materiaalman. Goed mens. Op de weg terug vanuit onze positie hier en vanaf iedereen die van voetbal houdt en van Fox Sports. Van harte beterschap ook, Carlo de Leeuw. Mooi dat eerbetoon, de symbolische steun, het hart onder de riem. Hoe beter kun je dat doen. Prachtig dat de Feyenoordspelers er op die manier aandacht aan besteden. Intussen de opstelling van Feyenoord door uw beeld met Kelly in een basisplaats. Larsson, Narsing en Sinisterra. Het zal allemaal door elkaar heen lopen. Berghuis als nummer 10 startend. Maar zoals gezegd, 4 aanvallers, dat is het eigenlijk. En de rest moet ervoor zorgen dat die 4 aanvallers tot hun recht komen. Daar komt het een beetje kort door de bocht op neer. Utrecht dan met een kickstart aan het seizoen begonnen met Maarten Paas als de verrassende eerste doelman met Guara Hoogma. Justin Hoogma naast Jansen heeft de plaats overgenomen van Bergström en Kleiber. Joosten, Abbas en Kerk zijn de mannen voorin en op het middenveld Maher en Strieder als controleurs. En Gustafsson als de nummer 10. Tapia draait, Kleiber onderschept, Kelly omdat Haps goed opletten. Haps krijgt de bal terug, Haps naar de achterlijn. Nu de voorzet, die wordt weggehaald door Strieder. Het eerste moment is van Feyenoord. Dat was een hele mooie zweefduik. Zonder dat de bal geraakt werd, Karsdorp de bal nog een keer ingebracht. Berghuis. Laag en hard van richting veranderd. Oh, wat een miraculeuze redding van Paas. Wat een reflex. Als hij daar gepasseerd zou zijn, omdat die bal nog door een ploeggenoot van richting wordt veranderd, zou niemand hem dat kwalijk hebben genomen. Maar nou ja, hij blijft in dezelfde richting gaan. Dat is dan wel het voordeel. Goed. Wegdraaien helpt. En dat deed Larsson. Haps. De bedoeling dat je veel varieert, veel van posities wisselt. Paas voor de tweede keer. Kelly. Berghuis. Berghuis. Met rechts. Bal weggehaald door Kleiber. Sterke fase van Feyenoord. Dit is natuurlijk niet zo sterk. En dus kan de turbo erop, kan Abbas weg. Abbas, ja, nog een man voorbij en dan schiet hij hem in de verre hoek. Zo, dat is toeslaan zeg. Isa Abbas. Ja, hij paast fout. En dan is Abbas, moet hij nog een heel end hoor. Maar wat maakt hij het af? En wat doet hij dat tegen de verhouding in? Maar wel zoals het misschien op het bord gestaan heeft. Let op, als Feyenoord in de fout gaat, dan Larsson probeert Van de Heide te bereiken. En dan is Abbas op volle snelheid. Bottegien is de vallende tegenstander. En tegen die tijd dat Karsdorp er is de bal diagonaal langs Vermeer geschoten. Larsson goed gespeeld. Naar Narsing. Narsing en langs. En dan scheelt dat niet zo heel veel. De bal is wel over de achterlijn geweest inmiddels. Eerste antwoord van Feyenoord. Paas. Dat is een goeie. Maar een beetje wild was het wel van de doelman van Utrecht. Jansen ertussen. Gustafsson. Ruimte weer voor Utrecht. En met verdedigers centraal die teruglopen. Dus kun je door. Zoals
hier aan de rechterkant het geval is met Kerk. Jansen. Haps. Lastman. Berghuis. En nu. Sinisterra. Berghuis. Daar staat Haps nog. Berghuis, goed. Beste moment van Feyenoord in de 37e minuut. Nog altijd aan het revalideren, wel weer terug in training. Sinisterra. Loopt zich vast. Joosten. Maher krijgt hem nog bij Abbas. Omdat Jan-Ari van der Eijden zo vriendelijk is die bal aan hem te geven. Korte hoek, Vermeer bijna verrast. Jan-Ari van der Eijden. Dat ging donderdag ook al een keer mis hier in deze situatie. Heeft hij de bal, maar geeft hij hem eigenlijk aan Abbas. Karsdorp. Ja, dat is een apart mannetje die Abbas. Wordt nu even toegesproken ook door Karsdorp, maar is er niet van onder de indruk. Krijg ik de indruk. En Karsdorp maakt van Boekel nog even duidelijk dat het niet de eerste keer is dat hij Abbas bezig is geweest. Dus neemt van Boekel een juist besluit. En fluit de eerste helft af. Twee wissels dus bij Feyenoord. Leroy Fer. Edgar Ije, 25 jaar. Strieder. Kluiber. Gustafsson, dat is aardig gevoetbald van Utrecht. Dat doet het eigenlijk veel te weinig. Joosten. Joosten, balletje ertussendoor. Guara en de ingreep van Vermeer. Berghuis. Narsing. Doorgelopen. Berghuis en dan Lagerhout terug. Haps. Ja, geweldig. Geweldig. Wat was hij al goed in de eerste helft, Haps. En dan heb ik het over zijn verdedigende werk. En nu schakelt hij in aanvallend opzicht. En zet hij de Kuip in vuur en vlam. Is wat overdreven, maar grote vreugde. Gustafsson. Loopt daar Karsdorp van de bal. Loopt ook van Karsdorp weg. Gustafsson. De ingreep van Vermeer. Ver uit het doel gekomen. Vermeer. Moet nu toch maar terug. Joosten. Tjer niet te veel tijd nodig. Hij maakt daarna de overtreding en krijgt een gele kaart. Bijna. Feyenoord. In de problemen. Hier. Paasje van Bottegien. En Karsdorp. Van de bal gelopen door Gustafsson. Maar die krijgt de bal dan niet voorbij de snel uit het doel gekomen Vermeer. Ver. Hard en snel meegegeven. En daar is de gelegenheid om uit te halen. Die is er ook wel, van 2 meter voorlangs. Sinisterra. Gustafsson. Tjerni. Joosten. Joosten. En daar was nog Kerk. Die de bal niet aanraakt. Had nog zijn moment kunnen zijn. Hakje van Tjerni. En de voorzet van Joosten. Voorbij aan Kerk. Ja, had het graag zelf gedaan. En daar is nu even niemand. En dus Gustafsson. Aangespeeld vanaf die kant. Kluiber.
Tjerny. Guara. Moeilijke momenten voor Feyenoord. Moeilijke momenten voor Vermeer die de bal daar uitbokst. Die zit van Joost. Tjerny. Een behoorlijk stuk over. Wat is het toch een merkwaardige wedstrijd. Joosten. Vermeer anticipeert. En gaat Feyenoord dan op weg naar het derde achtereenvolgende gelijkspel. Vermeer moet toch veel tegenhouden de laatste minuten. Guara. Na de gelijkmaker door Haps leek het erop dat Feyenoord zou doordrukken. Dat kwam er niet van. Maar het heeft hier in de laatste minuut wel de laatste troef in handen. Met de corner. Die wordt weggewerkt en kijkt Van Boekel op het horloge. En dan blijft het bij 1-1. Wint Feyenoord dus ook de derde competitiewedstrijd niet. Dat is wel lang geleden dat dat zo geweest is. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. 3 wedstrijden op rij gelijk. Wel 8 keer geen winst. Ja, dus stelt dat teleur. Want met 3 uit 3 loop je al heel veel schade op in de richting van ja, ook de subtopplaats. Maar het is allemaal nog vroeg. Dat is ook zo.